Dames en heren, appels en peren, welkom bij het Walnut Hoofdkwartier. Ik zit hier vandaag samen met meneer KB even een goed bakstevig koffietje te drinken van KB of zo. Ik weet het niet, je krijgt glas terug. Goedemiddag meneer KB, of goedemorgen, wat is het? We zijn hier lekker gewoon aan het chillen. En het wordt weer een leuke video. Waar kijken we naar? Daarboven. Oh, we kijken naar Martin. Ja, Martin heeft nu een vergroot hok gekregen. Het ziet er goed uit voor Martin. Goed, hè? Ja, ik knik ja. Nee, ik ga aan het werk. Dankjewel voor de koffiepauze. Jij trakteert. Zet het maar op de rekening en we horen nog van elkaar, oké? Ja. Tot ziens. Dag. In de vorige aflevering heb ik het hoofdkwartier uitgebreid door er letterlijk eigenlijk nog een hoofdkwartier op te bouwen. Het is inmiddels echt een mega groot gebouw. Ik ben er zo blij mee. Maar vandaag heb ik ook een hele leuke planning, jongens. Ik wil twee dingen doen. Ik heb geen to-do-lijstje gemaakt, want dat heb ik vorige week eigenlijk gewoon vergeten. Ik wilde een excuusje bedenken, maar dat ben ik gewoon vergeten. Wat is dit? Prachtig boek voor de biep. Kus, 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 chef. Oh jee, wat is dit? Schrijfster P.E. Alotte. Alotte Dlin. Alotte Ted Lin X7. Ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Doel meer te doen in de survival. Oh, mijn to-do-lijstje is voor me gemaakt. Als er wat typfouten in zitten. Sorry, spelling is gewoon moeilijk. Oké, nou, daar gaan we. Er was eens een grote oorlog tussen de machtige Walnut en de zwake Stinkgoors. Oftewel, Rig Force. En ze probeerden zoveel dingen om elkaar te vernietigen. In de heftige oorlog. De allerbeste plannen van Walnut en de plannen van Stinkgoors. Hij moet nog steeds douchen. Die vervelend waren en niet meer geheim door een boekje. Die in Erik zijn kantoor lag. Lachen. Het allerbelangrijkste was dat Stinkgoors, douche een keer alsjeblieft, de oorlog gestart was. Dat is inderdaad het belangrijkste. Ik vind het een prachtig boekje voor in de bibliotheek. Ik ga dit boekje gelijk even in het archief leggen. Waar gaan we dat doen? Aan de andere kant. Op dit prachtige plekje, daar. Nee, trouwens. Daar. Nee. Hier. Daar. Dat is een mooi plekje. Welkom in het archief. En dan hebben we nog een lectern. Die doen we dan gewoon even hierbij. En een sign the woke hierbij. Goed, jongens. Laten we heel even langs mijn kantoor gaan. En dan ga ik even laten zien. Dan ga ik toch even een to-do-lijstje maken. Om te laten zien aan jullie wat we vandaag allemaal gaan doen. Meneer KB staat nog steeds daar achter de balie. Te wachten tot ik een bestelling op kon nemen, denk ik. Ik weet niet wat hij anders aan het doen is. Wat is dit nou voor de baas van KB? KB's nieuwe gerecht 1. K-biefstuk, die vind ik lekker. En KB's nieuwe gerecht 2. Schaap. Oh, daar kon hij geen woordgrap mee maken. Kon hij niet gewoon kebab van maken, letterlijk. KB. Dus gewoon KB-AP. Kebab. Dat had gekund, denk ik. Soort van dat kebab kan schaapsvlees, lamsvlees zijn, toch? Ik heb geen idee. Dankjewel, meneer KB. Voor de lekkere nieuwe maaltijd! Voor de lekkere nieuwe maaltijd, dat wilde ik zeggen. Liep uit de hand. Te doen vandaag. Waarom met de komma? Gewoon te doen vandaag. Route maken naar boven, want we hebben een nieuwe bovenverdieping. Vloer aanleggen boven. Rig Force, oftewel Stinkgoors. Pranken. We hebben al een tijdje geleden niet meer geprankt. Het is wel weer even tijd om gewoon Stinkgoors een keertje goed aan te pakken. En raket laten bouwen door groene shirt gast. Nou, dan vind ik het helemaal prima. Dan, de planning voor vandaag inderdaad. Dit laten we dan beginnen met een route maken naar boven en de vloer boven aanleggen. Dat is namelijk hier, jongens. Kijk, dat ga ik jullie laten zien, want we hebben hier boven nu natuurlijk een hele, ja, uitbreiding. Maar er is helemaal geen route naartoe. Ik heb er een home voor mezelf gezet, waardoor ik er makkelijk heen kan teleporteren elke keer. Maar ja, ik moet er ook gewoon heen kunnen lopen. En ik kan moeilijk een trapje hier in het midden bouwen. Misschien kan het wel een trapje hier in het midden. Alleen dan gaat heel het kantoor er weer anders uitzien. Moeilijke situatie dit, jongens. Hele moeilijke situatie. Een waterlift kan ook. Maar ik denk dat ik het leuker zou vinden als ik gewoon echt een trap maak. Weet je, dat hebben we niet zoveel. We hebben al zoveel waterliften overal. Maar een waterlift is wel vet. Weet je, ik weet even geen raad, jongens. Ja, we gaan naar de robot. We gaan kijken of de wijze robot genoeg raad voor mij heeft. Oh, wijze, machtige robot. Wat voor trap moet ik maken? Moet ik een trap maken? Een waterlifttrap? Een normale trap? Ik weet het niet. Geef me raad. En de raad is: je straalt kracht uit wanneer je zwakte toont. Wat? Ik straal kracht uit wanneer ik zwakte toon. Wacht even hoor. Ik straal kracht uit wanneer ik zwakte toon. Hoe ga ik dit interpreteren met een trap? A few moments later. Ik zit denk ik echt al een solide 5 minuten lang te staren. En te kijken, gewoon naar de omgeving hier. Meneer KB is inmiddels al verdwenen, die is gewoon weg. En ik kom er niet uit hoe ik nou je straalt kracht uit wanneer je zwakte toont, kan verwerken in deze situatie. Ik weet het gewoon echt even niet. Ik weet het oprecht eventjes niet. Ik heb een idee voor de tussentijd, jongens.
Daarvoor hebben we heel veel witte blokken nodig. Want het ding is, ik heb deze zwarte streep hier, die zoals een plusje loopt, nooit, maar dan ook echt nooit mooi gevonden. Maar dat was voor de buitenkant was het idee en dan moest ik het maar opofferen voor de binnenkant, weet je. Maar nu dit zeg maar helemaal vervangen is hier, kan ik deze hele zwarte streep eindelijk een keertje weghalen en gewoon een mooi wit plafond van maken. En deze hier kan ook weg. Want het hele interieur is natuurlijk kan aangepast worden, omdat dit was normaal het dak, weet je. Maar dat hoeft nu niet meer. Dus wat we eindelijk een keer kunnen doen, is gewoon deze blokken hier vervangen voor mooie witte blokken. En het gaat er zoveel beter uitzien dan. En deze hier kunnen we ook weghalen. Deze zwarte lijn is ook niet meer nodig namelijk. En daar heb ik me zo op verheugd om deze lijn een keer weg te halen. Het was altijd een doorn in het oog, of in mijn oog, van het kantoor, weet je. Ik ben zo benieuwd hoe dit er zo meteen van onderuit ziet. Dat het gewoon één strak, mooi wit plafond is. Oké, en het ziet eruit als... Even kijken. Oh, wow, wat een rust. Oh my days, we kunnen het plafond ook veel beter belichten. Nu kunnen we namelijk die stipjes doen waar we willen. Ik moest nu een beetje die zwarte lijnen ontwijken. Maar wat ziet dit er clean uit. Oh my days, wat ben ik hier blij mee. Oh, je wilt nu weten hoe blij ik ben met het plafond, dat hij gewoon helemaal wit is nu. Weet je jongens, ik kom er op het moment niet uit wat ik met de trap wil doen en dan moeten er misschien dingen weggehaald worden. Dus laten we even een timelapse starten en dan zien jullie het wel gebeuren. Dan heb ik langer de tijd om na te denken, om dingen te bouwen, te slopen en we zien het wel. Veel plezier! Daar zijn we weer na een prachtige indie mini timelapse. En ik ben, moet ik zeggen, behoorlijk tevreden met het resultaat. Ik was aan het struggelen en aan het bedenken, wat ga ik doen? En je ziet hoe een kleine timelapse het was, maar ik heb er echt langer dan een uur over gedaan. Puur door de struggle van, wat moet ik gaan doen? Waar ga ik plaatsen? Hoe gaan de trap naar boven? Hoe gaan, dan weet ik voor wat allemaal. Uiteindelijk bedacht ik me, weet je, we gaan die twee tafels en de kantoorstoelen en weet ik voor wat gaan we weghalen. En dat gaan we helemaal opnieuw bedenken. En het eindresultaat is zoveel mooier dan dat het, wat het eerst was. Als je nu hierboven komt, zeg maar, de POV die je nu hebt, is zoveel leuker dan wat het eerst was. Je hebt gewoon nu een mooi wit plafond. Het gaat gelijk hier naar links en naar rechts. Daar de lift naar beneden. Hier de lift omhoog. Uiteindelijk toch voor waterlift gekozen, omdat dat het meest efficiënt is. Dan heb ik het bewust 3D gemaakt, zodat ik veel meer kan spelen met de lichten en zo. Dat kon eerst helemaal niet en nu kan dat wel. Dan heb ik de kantoor, of de, ja, hoe noem je dat, die bureautjes en zo, heb ik allemaal verplaatst, verschoven, op nieuwe plek gegeven en zo. En ik heb zelfs leuke nieuwe boekjes en papiertjes hier inderdaad toegevoegd. Bureaulampen, hier andere leuke lampen. En ik heb glazed terracotta gemaakt. Dat moet je doen door terracotta dan te hakken. Nou, ik ben in dit geval... Nou, zo een, hoe noem je dat, biome gegaan? Mesa biome of zo? En dan moet je in de furnace doen, allemaal gezeik, maar gelukkig had ik er maar 4 nodig, dus dat scheelt. Overal leuke boekjes en weet ik wat allemaal. En dan als je hier naar boven gaat, dan kom je mooi uit in het nieuwe gebied hier, of het nieuwe gebied, de nieuwe verdieping. Verdieping nummer 3 is dit officieel, volgens mij. Of 2 eigenlijk. Nou, dat is eigenlijk verdieping nummer 2. De begaande grond. Dit is de eerste verdieping en dit is de tweede verdieping. Hé, een vliegende string. What the fuck? Maar goed, we hebben hier bovenop natuurlijk het dak waar ik vorige aflevering mee bezig ben geweest. Ik ga even laten zien, als je dat gemist hebt. Kijk, hier kan je zien dat ik vorige aflevering een soort raketachtige landingsplatform heb gebouwd. Daarvoor, ik moet even met heel creatief met crafting tables hier omhoog bouwen. Zo, kijk, dan kan je zien dat hier een platform is gebouwd waar dan een raket of zo op kan komen. Dus dat betekent dat de verdieping hieronder, jongens, helemaal vrij is om te gaan een interieur te geven zoals we willen. Eerst wilde ik namelijk daar een soort raket bouwen. Maar ja, dat was natuurlijk heel onlogisch dat de raket binnen zou zijn. Want hoe zou die dan weg kunnen vliegen en zo? Wat is dit trouwens hoog nog steeds? Het is zo belachelijk hoog. Maar, dat is dus de grote vraag. Wat gaan we hier doen, jongens? Wat gaan we hier binnen bouwen? Ik denk dat ik deze aflevering daar nog even niet aan wil gaan beginnen. Ik heb gewoon even de vloer helemaal blauw gemaakt en overal lampjes neergezet. Zodat het er in ieder geval een beetje netjes uitziet. Maar nu mogen jullie natuurlijk in de reacties achterlaten. Wat gaan wij hier bouwen? Het kan van alles zijn. Dat kan een, dat mijn kantoor gewoon van beneden hier naar boven gaat. Dat ik zeg maar een mega kantoor heb. Dat dit gewoon mijn verdieping is, weet je. Misschien gewoon nog meer van dat soort bureautjes hier en daar. Misschien dat meneer KB zijn kantoor naar boven mag. Of groene shirtgas. Misschien komt hier wel de grote vergaderruimte. Want die hebben we uiteindelijk nooit gemaakt, weet je.
Dat we een grote vergadertafel met stoelen maken. Verzin het. Jullie hebben vast wel leuke ideetjes wat hier allemaal kan komen. Dat plafond daar is ook nog niet netjes helemaal. Kom maar met hele goede ideetjes. Ik vertrouw jullie. Goed, dan nemen we onze lift naar beneden. Je kunt ook naar beneden springen, want dat is niet zo heel hoog. Maar toch wil ik de lift nemen. Ik heb hem niet voor niks gebouwd zo. Wat leuk. Ik vind die waterliftjes toch gewoon heel leuk. Met die pijltjes zo erbij. Laten we heel eventjes naar ons kantoor lopen. Uiteindelijk weet ik nou niet wat ik met het advies van je straalt kracht uit wanneer je zak de toot hebt gedaan. Maar wat ik wel weet, is dat route naar boven maken kunnen we verwijderen. Vloer aanleggen boven kunnen we ook verwijderen. Zo, dat betekent dat we alleen nog maar stinkgoors moeten pranken. En een raket laten bouwen door groene shirtgast. Laten we dan met het simpele beginnen. Daar heb ik namelijk een boek en quill voor nodig. Wacht, kijk. Ik heb hier ooit een keer een boekje verstopt. Dat is namelijk die rechtsboven. Boek en quill. Abonneer op Walnut. Die nemen we mee. Dat is mijn boekje nu. Dankjewel, meneer KP. Dan gaan we even een leuk boekje schrijven. Oké, jongens. We hebben een mooi boekje geschreven. 5 pagina's. Groene shirtgast. Ik, opperbevelhebber Walnut, heb een prachtig verzoekje voor jou. Wij zijn ons namelijk druk aan het klaarmaken voor seizoen 3. Alleen missen wij nog het vervoersmiddel natuurlijk. Aan jou de taak als wapendealer natuurlijk. Om een grote, prachtige raket te bouwen. Deze zal bovenop het hoofdkwartier moeten worden geplaatst. Daar staat namelijk al het platform klaar. Als jij deze raket hebt gebouwd, win je gelijk een ticket voor seizoen 3. Dus dat zal een mooie beloning zijn. Je ticket krijg je vast mee en kan je indienen bij het vertrek naar seizoen 3. Veel succes met het bouwen van de raket. Zorg dat er plek is voor 4 personen. Groetjes, opperbevel hebben Walnut. Oh ja, meneer KB wilde een grote fiets in plaats van een raket. Maar als je dat doet, ben je ontslagen. Laten we deze signen. En die noemen we seizoen 3. Sign en close. Dan nemen wij mee. Even kijken hoor. Waar heb ik die tickets? Heb ik die tickets in het archief? Volgens mij heb ik die verstopt. Klopt dat? Waar heb ik die tickets verstopt? Ik had 3 tickets gemaakt vorige aflevering. Eentje aan meneer KB gegeven. En die andere 2 deed ik niet eerlijk gezegd. Laten we even naar de bibliotheek gaan. Kijken of ik daar de tickets kan vinden. Anders ben ik de tickets naar seizoen 3 kwijt. En dat zou heel zonde zijn. Oh jee, heb ik het verpest. Heb ik het verpest. Wat is dit hier? Je bent het mooiste als je jezelf bent. Nee, dat is niet wat ik nodig heb. Ik wilde de ticket hebben. Hier. Ja, seizoen 3 ticket. Kijk, ik heb ze bewaard in het archief. Dat betekent dat hier ergens ook een andere ticket. Hier, deze. Ja, dit was ook een ticket. Oké, maar we hebben er al eentje. De laatste ticket is voor iemand anders. En je kan al gokken in de reacties voor wie dat is. Maar die wil ik volgende aflevering pas geven. Vorige aflevering was meneer KB. Deze aflevering is groene shirtgast. En de aflevering daarna, dat is een mysterie. Oké, dan hebben wij de ticket en het seizoen 3. Dan heeft hij hier voor groene shirt vast van KB. Hij heeft nog niet zijn cadeautje geopend. Dat is mooi. Pakken wij namelijk even nog een barrel. Goed, dus heb ik die verstopt in deze dikke kist hier. Ja, hier liggen nog meer spulletjes zelfs. Hoppakee. Want, oh, en een sign. Ligt er ook een sign? Ja, prima. Een sign. Kijk, wat wij namelijk dan doen is hier. Plaatsen we, even kijken. Hier echt recht ervoor plaatsen we zo. En die noemen we voor groene shirt gast. Volgens mij heeft hij het zo geschreven. Nee, wacht. Ik wil namelijk 1-op-1 hetzelfde schrijven. Gast van Walnut. Volgens mij heb ik dan, het bordje is precies hetzelfde, maar dan staat hij voor mij er gewoon mooi voor. Zodat hij eerst deze opent. Seizoen 3. En een seizoen 3 ticket doen we erbij. Doe het even op deze manier zo. Gaat hij eerst het boekje lezen en kan hij daarna zijn ticket zien. Nou, groene shirtgast, ik hoop dat ik snel reactie van je krijg. Want we hebben een raket nodig om natuurlijk naar seizoen 3 te gaan. Dat is wel de bedoeling. Updaten we onze to-do-lijst. Raket laten bouwen door groene shirtgast. Hoppakee, is klaar. Althans, de raket is niet klaar, maar het verzoek is ingediend. Dan hoeven we alleen nog maar Rick Force, oftewel Stinkhorse, te pranken. Dus laten we die kant op gaan. Even rondlopen en bedenken wat we gaan doen. Zo, we zijn aangekomen op de boot. Die sprong halen was een hele gevaarlijke sprong. Als ik in het water geland hoor, maar even goed. We zijn aangekomen bij Stinkhorse, zijn basis. Die is natuurlijk behoorlijk groot geworden. Maar wat gaan wij hier eventjes doen? Is de grote vraag. Laten we even een rondje lopen. En even kijken wat leuk zou zijn om te doen. Ik ga niet nog een keer zijn boot stelen. Wat zou nog even een leuke prank zijn? Ik heb ineens een heel leuk idee, jongens. Oh my days. Ik zat te bedenken, wat ga ik doen? Weet je, wat zou een leuke prank zijn om te doen? En toen dacht ik kan wel weer mijn hoofd ergens op plakken of zo. En weet ik voor wat. Alleen dat heb ik al gedaan. Maar ik vind het toch altijd leuk om, zeg maar, mezelf ergens achter te laten bij Rick. Weet je, dat ik gewoon een versie van mezelf achterlaat. Toen dacht ik, weet je, het eiland hier is natuurlijk iets hoger dan het waterniveau. Dus wat nou als ik een soort van grote walnoot, zeg maar, een grote versie van mezelf uit het water laat steken. Die dan met zijn armen, zeg maar, plat zo over het land leunt. Alsof ik, zeg maar, uit de zee ben gestegen om hem te gaan terroriseren, weet je. Of ik dat nou hier doe, of dat ik dat nou hier... Ik denk dat dit een leuke plek is. Dat ik zeg maar dan uit het water kom, weet je. En dan laat ik misschien ook een beetje wat mos over mijn hoofd heen lopen. En weet ik wat allemaal. Dus dat betekent dat ik blauwe blokken nodig heb. Gele blokken. En dat heb ik nog. Vooral gele blokken heb ik nog wel. Want ik heb natuurlijk wel vaker Rick geprankt. Maar trouwens,
Rick heeft die hoofden van mij allemaal weggehaald. Kan ik niet die blokken hergebruiken? Rick, waar bewaar jij je gele concrete en je paarse, wat is het, zwarte concrete? Waar heb jij dat allemaal bewaard? Ik heb dat thuis ook nog wel, maar als hij dat ook nog zou hebben... Ja, kijk, deze heb ik nodig. En blauw gaan we gebruiken. Was dat alles? Oh, de rest heeft hij natuurlijk volgens mij in een prank bij mij thuis zelf gebruikt. Oké, weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan heel veel blokken ophalen. En dan gaan we even een goede prank uithalen bij Rick. Dat ik hier uit het water ben gestegen. Om gewoon, weet ik veel wat, dat ik hier gewoon ben om te terroriseren, weet je? Dat vind ik wel leuk, dat gaan we doen. Volgens mij heb ik ook nog... Oh, wow, ik heb nog genoeg blokken, jongens. Zie je dat heel even ook langs... Kijk, geel heb ik in ieder geval genoeg voor mijn hoofd. Ik heb wel veel meer blauw nodig. Dat is ook wel een prima kleurtje blauw. Zwart heb ik ook nog op zich wel even nodig. Dus laten we heel even langs Marktplaats gaan kijken of we daar wat dingen kunnen halen. Oh, Marktplaats, meneer. Ik wil kijken of jij hebt wat ik wil. Heb jij dat? Waarschijnlijk niet. Ik zit al een tijdje te kijken. Maar hij verkoopt niet wat ik wil. Dat is erg verdrietig. Nee, oké. Dan gaan we langs kijkers en vragen of zij verkopen wat ik nodig heb. Oké, jongens, we zijn bij Jori S aangekomen. En het blijkt dus dat hij heel veel blauwe en gele heeft. We gaan hem even betalen met gewoon natuurlijk geld. Ik weet niet hoeveel ik inmiddels heb. Ik heb 310.000 euro op mijn saldo staan. Dat kijkers geven mij altijd heel veel geld. Is het alles? Ik heb wel echt meer nodig. Hij zei dat ik zei, verkoopt er iemand veel? En hij heeft allebei een halve stack. Nee, alles. Oh. Nou, dankjewel, Jori. Oké, we zijn nu bij Jasmijn Blok aangekomen. Maar Jasmijn! Jemige, jij bent mega kasteel. Oh mijn god. Hallo Jasmijn, wat heb jij voor mij? Oh, kijk, dat is top. Dat is top, jongens. Oké, we hebben wel iets meer. Ik denk dat ik geel wel genoeg had. Nu alleen nog lichtblauw. Oké, toen waren we in één keer bij Droogwijf terechtgekomen. En Mano is beter. En wie is dat? Me for President. Dank jullie wel voor de lichtblauwe concrete, jongens. Ik ben er enorm blij mee. Weet je, we gaan nog even door, jongens. En dan gaan we gelijk Rick pranken. Jongens, daar zijn we weer na een Eenie Mini Timelapse en het resultaat is zo leuk. Het is oprecht leuker dan ik had verwacht. Ik dacht, we maken gewoon een 3D-versie van mij die zeg maar een soort zombie zo het land opkomt. Alsof ik zeg maar een soort invasie aan het doen ben, weet je. Maar terwijl ik dit aan het bouwen was, bedacht ik me, jongens, wat is het nut hiervan? Want hij staat hier wel heel leuk en zo. En weet ik voor wat allemaal. En toen bedacht ik me iets. Kennen jullie het paard van Troje? Paard van Troje is iets in heel vroeger. Ik ga het niet uitleggen, nu moet je maar een keer opzoeken. En anders kan je ook een hele leuke film ervan zien. Film is natuurlijk een film, is niet heel accuraat, maar is wel leuk om te zien. Maar wat ik in ieder geval van plan ben, jongens, is om in mijn hoofd een soort van kamer te maken. Met daarin, laten we zeggen, misschien een dat ik door mijn ogen kan kijken of zo, weet je. Dat klinkt heel stom, maar dat ik zeg maar dat daar glas van maak en dat we daar doorheen kunnen kijken. En dat we op die manier zeg maar altijd een soort van een spionnenkamer hebben over Rick's basis. En dat doen we alsof het een cadeautje is. En dat is basically het paard van Troy. Dus wat ik daarvoor heel eventjes ga doen is hier omhoog bouwen. Dit weer weghalen. Dan wil ik in mijn hoofd zien terecht te komen. Kijk, dat kan perfect. Doe ik ook gewoon een roze vloertje erin. Omdat het is natuurlijk, het moet een beetje mijn brein representeren, weet je. Een roze vloertje erin. Hoppakee. Hij moet iets hoger, het vloertje. Wat doe ik moeilijk? Het vloertje moet ongeveer hier, want dan kan ik door die ogen heen kijken. Kijk, hier moet de vloer komen. Oh, het komt precies uit met mijn hout. Oké, top. Dan zo. Oké, dit is top. Dan jongens, hier wil ik eigenlijk... Wacht, we gaan even wat blokken thuis halen en dan komen we terug hier. Oké, kijk. Wat ik in gedachten had, is dan deze twee weghalen. Ik had hem bewust dik gemaakt, zodat het mijn hoofd natuurlijk heeft in Minecraft best wel veel... Nou, diepte zou je niet echt zeggen, maar het zijn twee lagen mijn hoofd. Dus dat komt nu wel mooi uit, want dan kunnen we zeg maar tinted glas hier doen. En daarachter nog een keer tinted glas, waardoor het echt een donker... Ja, misschien moet ik het beter dit glas voor doen. Dat ga je dus weer opvallen. Wacht, even kijken. Welke oog is beter? Eentje is twee keer tinted glas en de andere is één keer met black stained glass. Ja, bij allebei valt het eigenlijk wel een soort van op. Misschien als ik er trapdoors achter plak. Oh, wacht, ja. Kijk, mijn home Rick is nu tegenwoordig hier, jongens. Dus ik kan hierheen teleporteren. Maar als ik er nou gewoon trapdoors zoals dit achter plak. En dan kan ik ze altijd open en dicht doen wanneer ik wil om te bespioneren. Valt dat op? Oh mijn god, dat is zo goed. Kijk, nu is het ook echt dicht daarachter, weet je. Dit is perfect. Dit is echt perfect. Misschien kan ik het zelfs nog eentje dieper maken. Kijk, want ik heb de ruimte hier. Oh, niet helemaal. Ik heb de ruimte hier om dit te doen. Wat nou als we het zeg maar zo maken? Kijk, dan zijn het echt oogluikjes. Als ik die nou dicht doe, zo. Zoals dit.
Gast, dit is perfect. Nu is hij helemaal goed. Nu zie je dat glas, maar als je erop inzoomt, denk je... Oh, maar het is dicht. Hè? Daar kan je niet doorheen kijken. Dat is niks. Dat is gewoon een detail. Ik heb dat bewust glas gemaakt om het een beetje interessant te maken of zo, weet je? Daar lijkt het op, maar in realiteit kan ik erachter bespioneren. Want kijk, ik kan nu gewoon zo doen. En dan kan ik kijken wat er gaande is. Dit is zo grappig. Oké, maar nu moeten we even wat licht maken hier. Hoe ik dat wil doen is even een bureautje hier bouwen. Ik heb van alles meegenomen. Ik doe zo, hoppakee. Zo. En dan kunnen we wat kaarsjes toevoegen hier om wat licht te maken. Hetzelfde aan de andere kant. Kijk, dit is waar mijn stoel komt te staan. Zo, hoppakee. Dan doen we hier even wat dingen omhoog bouwen. Gewoon een beetje gekkigheid. Ik heb gewoon heel veel nutteloze dingen meegenomen hier, jongens. Kijk, en als we er verder kijken, zodat ik altijd kan bespioneren. Hier zit ook een plekje voor een kaars. Doe eerst weer dit zo. Kaars doen we hier. Die steken we vervolgens aan. Heb ik... Hier is die ding. Hoppakee. Vervolgens leg ik wat troepjes op de grond. Wat als een soort van... dat ik dat mee heb genomen als... wapens of zo, weet je. Zoals dit. Hier, hoppakee. Kijk, dat ligt leuk op de grond nu. Dan ga ik even nog wat meer interieurspelletjes halen. Dan vind ik het prima hoe het hier uitziet. Oké, ik heb allemaal troep meegenomen. We gaan hier bijvoorbeeld gewoon een boekenkast plaatsen. Slaat helemaal nergens op waarom. Maar het is gewoon leuk om te doen. Hier doen we kaarsjes weer op. Dan gooien we hier gewoon simpel een armor stand. Ik heb allemaal armor meegenomen ook. En die helm kunnen we hier weer oppakken. En dan heb ik een pickaxe meegenomen om te vervangen. Kijk, dan leggen we hier de pickaxe neer. Een painting precies daar. Maar dan moet die wel goed zijn. Dus even kijken. Dirt hier. Painting. Oh, painting hier. Ja, perfect. Kijk, dit is net alsof we een painting van Rick hebben. Ja, baba. Hier, dit. Ik moet even op adem komen van mijn nies. Nou, het is net alsof we nu gewoon in een kamer zitten... waar we altijd al Rick hebben bespioneerd. Hier doen we de aansteken hier ook. Voor de kaarsjes. Hoppakee. En dan wanneer we willen, kunnen we altijd zo doen. En een bespioneer. Dit is echt geweldig. Dit is echt geweldig. Laten we even naar buiten gaan. Dat moeten we wel telkens op deze manier doen. Zo. Wat ik nu dan wil doen, is hier een barrel neerzetten met een boek en quill erbij. En dan zeggen, beste Rick, dit is een cadeautje voor jou. Een soort vredesverdrag. Ik hoop dat het nu over is, de oorlog. En dan ga ik binnen, ga ik in die lectern, ga ik nog een boek doen. En dat wordt mijn dagboek van dat ik daar binnen aan het bespioneren ben. Maar laten we daarvoor eerst even al onze blokken die we hebben gebruikt even terugleggen. Zoveel nieuwe kwartsblokken, of kwarts noem je dat, concrete blokken. Een barrel, een sign nemen we mee. Nee, weet je, we doen een keer niet een barrel, we doen een keer een lectern er neerzetten. Dan hoeven we ook geen sign mee te nemen, weet je, dat maakt het lekker makkelijk. Hard kaarsjes erbij, ding om aan te steken. Dan gaan we heel even langs de bibliotheek een boekje ophalen. Ik ben nog steeds zo blij met het interieur, hoe het hier nu uitziet, jongens. Dit is zoveel anders dan eerst, maar zoveel leuker. Zo, dan hebben we twee lege boekjes, helemaal top. Gaan we eerst het boekje schrijven hier. Kijk, dan zetten we er een lectern hier. Kaarsjes ernaast zo, steken we aan. Kaarsjes hier, kaarsje hier. Steken we ze allemaal even mooi aan. Dan weet hij dat hij hier even heen moet. Dan gaan we een mooi boekje schrijven. Beste Rick, je hoort het goed. Niet stinkgoors. Nee, Rick Force. Hoppakee. De oorlog heeft lang genoeg geduurd. Het is tijd voor vrede. Bij deze heb ik een prachtige versie van mijzelf gemaakt en die wil ik aan jou geven. Accepteer dit vredige aanbod, zodat wij al onze akkefietjes achter ons kunnen laten. Ik verwacht helemaal niks terug, want dat doen goede kameraden, hè? Met vriendelijke groet, Walnoot. PS, ik verwacht wel een reactie. Want dat vind ik leuk. Zo. Beste Rick Force. Je hoort het goed. Niet stinkgoors. Nee, Rick Force. De oorlog heeft lang genoeg geduurd. Het is tijd voor vrede. Bij deze heb ik een prachtige versie van mezelf gemaakt. En die wil ik aan jou geven. Accepteer dit vredige aanbod. Zodat wij al onze akkefietjes achter ons kunnen laten. Ik verwacht helemaal niks terug. Want dat doen goede kameraden, hè. Met vriendelijke groet, Walnoot. PS, ik verwacht wel een reactie. Want dat vind ik leuk. En dan doe ik eigenlijk ook nog een P. PPS, sloop het niet, want dan zou je de vrede kunnen verbreken. We willen natuurlijk niet dat hij het gaat slopen. Dan signen we hem en dan noemen we hem vrede. Sign en close, hoppakee. Oké, dan denkt Rick dat het dus vrede is. Maar als wij naar binnen gaan, zo, hoppakee. En we gaan hier even een nieuw boekje doen. Dagboek Walnoot. Dag 1. Ik heb zojuist een nep aanbod gedaan voor vrede. Hopelijk valt Rick ervoor. Ik denk het wel,
Hij is namelijk best wel dom. Ik zal vanaf hier gaan bespioneren en zien wat hij allemaal van plan is. We gaan het zien. Puntje. Hoppakee. Kijk, jongens, het is dagboek dag 1. Dus ik hoop niet dat Rick hier gaat inbreken. Want dan kan hij zien dat ik een heel dagboek heb geschreven hier en zo. Dan sta ik bezig met het dagboek. Dag 1, ik heb het gedaan. Er is nog niks om te zien. Ik zie nog geen activiteiten van Rick. Dus daar moeten we dan maar even op wachten. Misschien dat het dag 2 dat we Rick wel kunnen gaan zien rondlopen en zo. Maar in ieder geval voor dag 1 is het helemaal prima. Ik ben tevreden. Ik heb hier mooie armor staan die lekker aan het glimmen is. Kijk, je ziet af en toe zo een dingetje er vandaan komen. Ik ben helemaal tevreden met de prank die we vandaag weer hebben uitgevoerd. Zo. Dit is zo tof. Het ziet er ook zo slecht uit. Met een boekje ervoor waarin het... En het is zo'n overduidelijke paard van Troy. Vooral dat het, zeg maar, het glas... Of de ogen zijn van glas. Het is zo duidelijk dat er gewoon... dat er een truc achter zit als daar. Dat het niet zomaar gewoon een vredesabeld is. Ja, echt heel leuk. Nou, laten we lekker teruggaan. Terug aangekomen in onze prachtige basis, jongens. Ik hoop dat jullie inmiddels in de reacties al wat leuks hebben achtergelaten... over wat ik moet gaan bouwen... daarboven. Wat ik zeg maar hier allemaal moet gaan bouwen. Want ik heb natuurlijk nu dit platform is hier vrij. En ik denk dat ik sowieso, want ik heb nu zelf ook even over na kunnen denken, 100% mijn eigen kantoor hier wil bouwen. De vergaderruimte. Maar er is zoveel ruimte om dingen te doen. Dus we moeten nog maar even kijken hoe en wat. Nou, als het goed is, als we mijn planning hier even pakken. Rick voorsprenken, dat hebben we ook gewoon gedaan. Mijn to-do-lijst is helemaal leeg. Al is er nog één klein dingetje dat ik even wil doen. Dat is namelijk hier naar de spawn gaan. Want, wat ik vorige aflevering ook al gedaan heb... is je kan tegenwoordig in de crates hier... kan je sniffer eggs krijgen. En, na sniffer eggs, volgens mij de silver crate... ja, die pink petals, die wil ik zo graag hebben. Dus wat wij daarvoor even gaan doen... is een silver crate, gold, diamond en emerald. En dan heeft Gwijde hier geluk... want ik ga hem mijn tools geven... want ik vind het altijd stom om... dit gratis te bemachtigen. Zo, ik wil namelijk alleen de sleutels hebben. Oké, zilver. Ik hoop dat ik die pink petals krijg. Of pink petals, petals. Ja, het zal wel petals heten. Kom op, kom op. Nee. 32 gold. Nou, weet je, prima. Dat kan altijd van pas komen. Gold, wat zit hierin? Misschien krijg ik hier wel een sniffertje uit of zo. Oh, redstone kit. Oké, dat is handig. Altijd handig om extra redstone dingen te krijgen. Diamond. Oh, ik zag de sniffer egg voorbij komen. Ik wil zo graag die sniffer. Ik wil één sniffer op zijn minst thuis hebben. Hoe chill zou dat zijn? Oké, ik krijg geld. Kom op, jongens. De emerald, de laatste. De allerlaatste. Gun mij gewoon een sniffer egg. Het gaat hem niet worden. Ik heb weer geld gekregen. Worden ze niet gekocht op marktplaats toevallig, de sniffers? Oh, iemand verkoopt hier voor 150.000 euro een sniffer. Ja, ik heb 300.000 euro had ik vandaag gecheckt op mijn balans. Ik zou gewoon eens... Ik ga het gewoon doen. Ik ga het gewoon doen. Mijn duurste aankoop ooit... Maar ik ga een sniffer egg kopen. Oh, en ik heb trouwens al pink pet. Vorige keer heb ik dat gekocht. Oh, wacht. En we hebben een sniffer egg, jongens. Deze wil ik hier gaan vervangen. Dat er die rode die moeten vervangen worden voor deze. Want ik vond die rode bloemetjes die matchen totaal niet met het roze. Zo. En het leuke is, nu heb ik oneindig. Want ik kan met boomjoel kan je deze gewoon farmen. En dan heb je letterlijk gewoon oneindig van die mooie bloemetjes. Laten we alle rode die ik hier even kan vinden gewoon helemaal vervangen. En dan misschien zelfs gewoon wat extra's ernaast leggen, weet je. Hetzelfde voor de gnageel. Kan op zich nog wel. Hier, mijn bloemetjes zijn weer op. Maar we kunnen nu gewoon gelukkig oneindig pink petals krijgen. Oh, daar ben ik zo blij mee. Dit is echt een aanwinst gewoon. En alle rode bloemetjes... Nee, hier zijn nog rode bloemetjes. Zo. Kijk, dan kunnen we hier ook nog even wat van die extra toevoegen. Wat een verschil. Zoveel beter om nu gewoon ook dit soort bloemetjes er doorheen te hebben. Ik vind het zulke leuke bloemen, jongens, deze. Kijk nou hoe leuk ze eruit zien. Vooral dat je die stengeltjes eronder ook gewoon ziet. Oké, dat is allemaal gedaan. Dan wil ik mijn sniffer egg... Kijk, ik heb gewoon 34 poppies gefarmd. Dan wil ik nu mijn sniffer egg wil ik hier achter bij mijn dieren gaan zetten. En dan ben ik benieuwd hoe lang het duurt. Oh, wacht. Ik heb wat geleerd in Minecraft. Ik zag laatst een filmpje. Heb ik ergens mos... Ja, ik heb letterlijk één mosblok. Ik wil zeggen, heb ik ergens mosblok? En ik heb er gewoon precies in het midden ook echt één. Je kan namelijk, volgens mij duurt het echt een half uur of zo voordat een sniffer egg uitkomt. En dat vind ik best lang. Maar het blijkt dus als je een mosblok plaatst... En daar de sniffer egg op plaats. Kijk, er komen er ook allemaal groene dingetjes omheen. Dan duurt het maar 10 minuten voordat het ding ja, uitgekomen is. Ik ga het niet opeten, hè, kikker. Ik zie je al kijken. Niet opeten. Als... Er komt trouwens een kikker hier. Karel de kikker. Sinds wanneer heb ik Karel de kikker? Heb ik... Huh? Ik kan me niet herinneren dat ik een kikker hier heb neergezet. Ik ben wel heel benieuwd naar die sniffer. Die gaat dan ook allemaal bloemetjes voor me op... Oh, die gaat bloemetjes opgraven voor me. En dan krijg ik nieuwe bloemetjes. Ja! Oké, laten we nog heel even 10 minuten wachten voordat het ding is uitgekomen. Oh, jongens, hij is uitgekomen. Ik was echt zo lang gewoon memes aan het kijken op mijn mobiel. Daar is hij. Een snifflet heet het volgens mij als het een baby is. Hallo, jongen. Ik ga een name tag voor je halen. Ik ga je naam... We gaan hem een naam geven. Kijk hem nou. Waar gaat hij heen? Hij gaat... Ik ben benieuwd. Wacht, ik wil heel even kijken wat hij gaat doen. Hij is aan het... Letterlijk gewoon... Het heet de sniffer en hij is aan het ruiken. Misschien gaat hij wel plantjes opgraven. Wat een spanning. Waar ga je heen?
Wat ga je doen? Laten we ten eerste ook dit mosblok weer even goed zetten, zo. Oké, weet je, ik ga een nametag voor je halen als ik terugkom. Niet een plantje opgraven. Ik wil de eerste keer wil ik zien. Hij gaf reactie. Oké. Heb ik nametags, is de grote vraag. Oh, ik moet langs spawn. Ik heb helemaal geen nametags, jongens. Ik moet snel even langs de spawn even kijken of ik daar iets kan vinden. Misschien worden die verkocht. Even kijken, hoor. Worden die dingen verkocht? Nametags, hallo? Ja, voor 5000 euro. Is er ook eentje goedkoper? Nee, er is letterlijk maar eentje te kopen voor 5000 euro. Nou, helemaal prima. Oké, dan moeten we even een Anvil hebben. En ik hoop dat die in de koffiebalie hier beneden staat. Toevallig gewoon een Anvil misschien. Nee. Ook niet beneden als detailblokken misschien in de toiletten. Niks. Oh man, ik had oprecht gewoon een Anvil verwacht. Oh, dan moeten we helemaal naar boven. Hoe gaan we hem noemen? Een sniffer. Het is nu een snifflet, een kleintje. We noemen hem Brutus. Het gaat Brutus worden, jongens. Dan ga ik even kijken. Kan ik hier vanuit het kantoor van Groene Shirtgast... kan ik daar naar beneden springen? Ik moet even zo doen, want de deur is gebarricadeerd met kisten. Even kijken, hoor. Oh, 100% dat we dit redden. Kijk. Boom. Sniffer, waar ben je? Snifflet, hallo. Jij bent vanaf nu Brutus. Brutus de sniffer. Ga je wat voor me opgraven? Of kan dat alleen als hij volwassen is? Volgens mij kunnen die dingen dat alleen als ze volwassen zijn. Maar ik ben in ieder geval heel blij dat we gewoon eindelijk een keer een sniffer hebben. Dat is het nieuwe dier van Minecraft. Het is echt een mooi dier. Hij heeft vooral een leuke loopanimatie. En dat neusje gaat het heen en weer. Maar hij maakt wel echt een herrie. Het geluid is wel heel vervelend, moet ik zeggen. Leuk beest. Maar goed, jongens, we gaan voor nu de video afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. Heb je nou een betere naam voor Brutus? Ah, hij heet nu eigenlijk al Brutus, dus dat kan niet meer. Maar laat het even in de reacties weten. Wil je nou ook gezellig op deze Minecraft server spelen? Dat kan natuurlijk. Het is helemaal gratis om mee te spelen. Dit is IP play.contentveen.nl. Moet je even intypen in je IP-adres op Minecraft. En speel je nou Bedrock editie, dan kan je 26006 als poort gebruiken. Maar speel je alleen op de computer, dan heb je gewoon TP nodig. En nu jullie toch in dit gebied aan het kijken zijn, kijk ook even lekker deze video. Hierin heb ik namelijk een mega grote update gedaan aan de basis. Die hele nieuwe verdieping is in deze video gebouwd. Hartstikke leuk. En nu spreek je later, glaasje water, telt 4, vleesje bier. Tot de volgende keer. Aan de kant. Boom.